Ja, precies. Heren, ik wil jullie iets laten zien. En ik vond dit. En dit is denk ik voor veel, ja, jongere lezers of net wat oudere lezers. Het is denk ik heel erg van mijn generatie ook weer een stukje. Wouter, ik weet niet of jij dit ook nog kent. Jawel, de Large. Ja. Zeker wel. En Roel Smit. Ja, Roel Smit. Ja, fantastisch. Ja. Dit zijn zeg maar alle covers. Of in ieder geval een selectie covers. Ik weet niet of ze allemaal zijn. Maar het zijn allemaal covers die Roel Smit voor de Large heeft gemaakt. De Large Pop Merchandising, dat was toen gewoon een soort catalogus. En die kreeg je dan in de brievenbus, viel die dan. En dat was voor mij altijd feest, puur vanwege de cover. Want ik vond die covers die Roel Smit daarvoor maakte, vond ik zo ontzettend fantastisch. En dat heeft mij echt ontzettend beïnvloed in mijn eigen stijl. En ook gewoon qua humor die er altijd in zit. Dat heeft me ontzettend beïnvloed bij het maken van en nog steeds met het werk wat ik nu maak. En toen ik dit boek vond, toen zag ik dat in één keer ook in mijn eigen werk van fuck, dit maakt heel veel sens in één keer. Waarom ik dit zo vet vind. Want het raakt precies de gevoelige snaar van wat ik tof vind om te tekenen en op welke manier waarop. Ja, dat is heel duidelijk te zien, maar hoe zou jij die gevoelige snaar omschrijven? Nee, ik zie het heel duidelijk, zeker met wat je laatst ook liet zien met de Quest en zo. En een ander werk ook met kutbeesten. De openheid vind ik te gek, hè, van Roel Smit. Terwijl hij wel heel ruige dingen tekent. Echt te gek. Maar wat is dan die gevoelige snaar? Ja, het zit er vooral gewoon in de stijl. Gewoon die lekkere, dikke, zwarte lijn. Met ontzettend veel aandacht ook voor de lijndikte en de schwung die erin zit. Tegelijkertijd is het ontzettend cartoonesk. En het mag altijd net een beetje grof, net een beetje seks, drugs en rock'n'roll mag erin zitten. Maar omdat het dus die cartoony stijl heeft, komt het gewoon nooit heel hard aan of zo. Is dat wat ik bedoel? Ja. Dat is letterlijk vet. Ja. Gaan we even schuiven, denk ik. Oké, ja. Zo, ja. Ja, zo, ja, dat bedoelde. Yes. Ja. Daar heb je hem al, ja. Hij tekent gewoon zo ontzettend raak. Ja. Dat vind ik gewoon zo ontzettend cool. Ja. Hier heb je een soort introotje van hoe hij überhaupt bij Large terecht is gekomen. Wat het idee erachter was. En dan die eerste covers heb je daar direct ook al. En dan zie je ook dat zijn stijl door de jaren heen ook ontzettend is veranderd. En dat vind ik ook altijd heel gaaf als je dat ziet bij een tekenaar. Hoe zo'n stijl zich dan ontwikkelt naarmate de jaren vorderen. Überhaupt ook de vorm van Large. Eerst hadden ze allemaal iedere keer bij iedere editie weer een soort andere vormgeving gaande. En op een gegeven moment worden er dan gaandeweg gewoon keuzes gemaakt wat betreft de typografie, et cetera, wat dan gewoon blijft. Dat vind ik gewoon heel erg gaaf. Ja, weet je, er zitten gewoon allemaal referenties naar bands ook en dat soort dingen in. Dus dat is ook gewoon heel gaaf. Als je dan in één keer weer een soort fanart als het ware ziet van een van de bands die je zelf vet vindt. Van, oh, kijk hier precies, dit is het album van de Beastie Boys. Hier, hoppakee, van de Beatles. Dat soort dingen, dat vind ik heel erg gaaf. Ja. Zo gewoon, eigenlijk is het al een beetje zijn tijd vooruit. Hè. Nu is dat heel hot of heel trending om dat te doen. Fanart en dat soort dingen. Ja. Hij was al redelijk vroeg bij. Hij heeft ook een beetje die graffiti-invloeden. Ja. Weet je, heeft hij ook wel. Ja, zelfs een beetje de atoomstijl van Even Shalan. En ja, en het raakt toch ook wel gewoon heel erg lekker die underground comic stijl raakt het ook aan. Het heeft echt die lekkere rauwheid. Maar dan ondertussen is het zo ontzettend strak en clean getekend. Dat vind ik heel vet. Ja, ja. Die combinatie werkt heel goed. Ja, ik besef me nu, pas Large, waar ik ook heel vaak t-shirts bestel. Ja, ja. Hè? Super tof. Ja, oké, nu valt een kwartje. Gaaf, Large. Ja. Yep. Ja, ik vind sowieso Roel Smit vind ik heel, heel gaaf. Ja, eigenlijk had het boek op een groter formaat gemoeten. Als het Large is, zijn artwork. Larger than life. Ja, ja, dat is net een klein formaat voor zo'n oeuvre. Dat is wel zo. Maar goed, tegelijkertijd weet je, volgens mij de catalogus was ook wel ongeveer dit formaat. Dus dan is het ook wel weer leuk om gewoon die covers terug te zien. Ja, en op een gegeven moment dan krijgen ze echt deze standaard font, geloof ik. Ik weet niet of dit dan is. Nou goed, in ieder geval dan komt er een soort. Bewaarde je Large dan ook?
God, ja, ik weet het niet. Ik denk dat het is wel zijn tijd. En toen was ik nog gewoon niet zo mee bezig met het hele stripteken gebeuren. Dus ik wist dat ik het vet vond. Maar niet van dat ik het moest gaan bewaren of zo. Nee. Ja, hij bewaarde die catalogus totdat de volgende catalogus weer kwam. Ja, precies. Ja. Dat teken je er ook uit na of zo? Of, Oeh, dat weet ik niet zo. Ik kan me niet voorstellen dat ik er niet iets van heb nagetekend. Want het is... Want daarvoor was je wel een beetje toch nog anime, toch? Ja, dat klopt. Maar dit is nog wel voordat ik... weet je, dit gaat al zo lang mee. De eerste herinnering die ik hieraan heb, was ik echt 10 of zo. Dat ik voor het eerst die covers van The Large echt een beetje ging bekijken. En ja... Dus dat was nog voordat ik... Maar het was ook echt... Het was echt bekend. Het was ook gewoon voordat internet eigenlijk die mail... Ja. Wat was het? Online winkels daar waren. Gewoon uit de... Net zoals de... Wat je de IC... Die boekenclub. Hoe heet het nou? Net zoiets. Zo'n catalog kregen waar je dan kon bestellen. Ik weet niet hoe het heet. Nee, geen idee. Nee. Wat ik heel, heel knap vind... elke plaat is behoorlijk druk. In de zin van, er staat gewoon heel veel op. En het is... ontzettend duidelijk, helder wat er allemaal is. Ja. Je kunt in dit genre, als je echt een beetje die underground vibe hebt, kun je ook veel wat ontoegankelijker zou je het kunnen maken. Maar zelfs zo'n tekening, er staat echt heel veel op, veel verschillende kleuren. Nou, misschien valt dat wel mee, het aantal kleuren, maar er is gewoon heel veel detailwerk. Maar elk detail is duidelijk. Ja, klopt. Ja, het is een hele mooie balans inderdaad. Tussen de hoeveelheid detail tegenover hoe duidelijk dan vervolgens getekend is. En het zit gewoon allemaal ontzettend lekker in zijn kleur, vind ik. Ja. Dat is echt heel goed. Maar ook super duidelijke composities, hè? Ja. Alles heeft gewoon echt een plek. En omdat het zo helder is getekend, blijft het ook gewoon overzichtelijk. Dan kan je best wel veel spelen met kleuren volgens mij. En dan is er nog steeds... hoe heet dat? Toegankelijk. Maar het is ook wel een beetje, als ik er zo naar kijk, denk ik van, ja, dat is toch ook wel een beetje de eigenschappen van de klare lijn. Heeft het ook wel. Ja. Ja. Zeker. Ja, en wat ik gewoon vet vind, Roel Smit heeft gewoon een hele duidelijke stijl. Je herkent het al direct zijn werk. En dat zit hem in alles. In alles wat je ziet, is zo duidelijk de stijl van Roel Smit. Ja. Alleen Roel Smit kan dit bakje popcorn hebben getekend. Ja. Het zit hem echt in alles. Gewoon die keuzes van hoe styleer ik iets. Dat is zo ontzettend goed. Zo'n pofbroek bijvoorbeeld. Dat is echt een bitch om te tekenen, zo'n pofbroek. Om dat zeg maar overtuigend te krijgen. Maar hij heeft hem met een paar lijnen heeft hem zo ontzettend goed neergezet. Direct gewoon overtuigend en gewoon goed. Ik vind dat heel knap. Mm-hmm. Ja. Maar jij bent er ook goed in om alles wat in jouw... wereld leeft, in jouw stijl, alles matcht wel. Ja. Ja. Ja, nou goed, en dat is inderdaad ook wel echt iets wat ik ook nastreef. Van alles moet wel in dezelfde wereld plaatsvinden en op dezelfde hoeveelheid lijnen als het ware bevatten. Mm-hmm. Om het over te brengen. En ja, Roel Smit die doet dat ook gewoon heel erg. Ja, en dat is natuurlijk ook iets te zeggen van dan is ook de argument van soms als ik naar mezelf betrek, of wat mensen soms zeggen als je realistisch tekent, zeggen ze, dan kan je goed tekenen. Ten opzichte, als je heel cartoony tekent, denk je dat mensen simpel is. Maar bij een cartoony tekenen, of cartoonesk, is nog ingewikkelder dan realistisch. Want realistisch kan je gewoon baseren op wat je ziet, op wat er is. En om wat te styleren, steeds meer dingen weg te laten, is zo moeilijk. Mm-hmm. Ja, dan krijg je heel snel ook stijlbreuken. Ja, ja. Zeker. Daar ben ik zelf heel erg schuldig aan. Ja, het is super lastig inderdaad om vanuit realistisch dan vervolgens die keuzes te gaan maken van tot hoever abstraheer je inderdaad. En wat laat je wel zien, wat laat je niet zien. Ja, ik vind dit ook zo ontzettend lekker getekend. Heel gaaf. Echt heel gaaf. Ja, wat mij ook opvalt, waar jullie het net over hadden, gewoon dat hij tekent vaak gezichten wat opener. En ledematen, daar zit wat meer detailwerk in. Wat kleine knipogen naar wat realistischer werk. Maar dat die gezichten gewoon wat meer open laat, daardoor blijft het heel spreken, vind ik. Ja. Vind ik knap. Ik moet soms ook een beetje denken, de stijl als aan die, hoe heet het tekenaar, Willem Vleeshouwer. Kun je dat? Ja. Dat doen we soms ook. Wave, noemt hij zichzelf. Ja, of zo. Ook, ja. Die heeft ook wel een beetje...
daar iets van in zitten. Ja, vet. Ja, precies. 2002, 2003. Toen was ik gewoon hartstikke jong. Dus dit was voor mij inderdaad ook een soort gateway van... je kent strips natuurlijk gewoon altijd uit de stripboeken, maar hierin werd het gewoon veel meer deze stijl gebruikt als een illustratie element in plaats van een strip element. En dat vond ik gewoon heel erg gaaf toen. Van, ja, dat zag je niet zo heel vaak. Nee. Vet, hè? Ik zit ook naar de, kunnen we eens terug, ik zit ook naar de logo's te kijken. Gewoon dat past je ook heel mooi aan hier, gewoon die punk vibe of de Britse. Ja, fantastisch. Ja, hij neemt die typografie neemt hij ook gewoon mee. Hè? Ja. Als die, later wordt dat dan vastgelegd van wat de font voor large moet zijn. Vind ik jammer. Maar goed, ik snap het inderdaad. Voor een consistent product moet je dat op een gegeven moment wel doen. Maar moet je kijken, potverdorie, van een ontzettend lekkere typo die hier in elkaar is gedraaid. Ik vind dat... ja, dat is echt te gek. Dan wordt zo'n beeld wordt in één keer gewoon een geheel. Hè? Dat is gewoon heel gaaf. Ja, nice. Dus dat, ja, ik zat hier echt van te smullen. Het grappige was, ik zat gewoon hier doorheen te bladeren en ik herkende geen enkele cover. Dus ik... of het was gewoon in mijn geheugen vastgeschreven. Ik vind het vet, maar ik heb geen idee wat ik meer heb gezien, maar ik vond het vet. Ja. Of hier zaten gewoon nog, er waren nog covers die hier niet in stonden. Ja, precies. Dat was mij niet helemaal duidelijk. Ja. Ik ken dit album niet, of dit boek. Dit, ik ken het tekenen wel, maar dat boek ken ik niet. Dit boek? Nee. Nee, precies. Ja, ik kwam toevallig tegen en dat was voor mij... Concertboek. Nice. Ja, die geeft altijd wel bijzondere dingen uit. Ja. Ook veel van Gerrit de Jager, volgens mij. Ah ja. Ja, vet. Ja, gaaf. Dus dat. Gaaf. Heb jij een idee wat Roel Smit naast deze covers nog meer doet? Poeh, right now? Weet ik niet zo. Ja, ik zou zijn website erbij kunnen pakken en bekijken wat hij nu aan het doen is. Ik denk dat Roel Smit dat zelf maar moet beantwoorden. Ja, dat komt op. Ja, dus, ik heb een paar hele mooie. Precies. Ik heb een paar hele mooie platen toevallig in de bij het Noorden Muziekinstituut, waar ik drumles geef. In de combo ruimte hangen een heleboel toffe platen. En onder andere strips of posters. En daar dan die hebben we gewoon aan de muur hangen. Van Roel Smit is een hele gave van. De Ramones. Dus daar kijk ik wekelijks naar. Ja, vet. Fantastisch. En een heleboel leerlingen die zitten er ook zo naar te kijken. Ja, tuurlijk. Wow. Het is gewoon zo'n ontzettend lekkere stijl. Ja. Maar dit is ook wel iemand een beetje weer als Dimitri Jansen. Ja, een beetje heeft ook echt met de muziek. Je ziet dat hij gewoon echt liefde heeft voor wat hij doet. Hij kent de genres, hij weet wat hij er... op moet laten zien. Cool, ja. Dat is zeker waar. Ja. Er zijn een heleboel goede tekenaars, maar niet iedereen thuis is in bepaalde genres. Nee. En dit is wel een hele goede match. Ja, absoluut. Ja, zeker waar. Want je ziet inderdaad gewoon van al die dingen die hij doet. Dat hij liefde heeft. Waarom zijn we stilstaand beeld? Dat laat zien. Zo. Ja, maar er zit zoveel gave details. Knipogen naar allerlei invloeden. Dat is fantastisch. Ja. En over het boek zelf, vind je het papier mooi? Ja, ik vind het mooi. Ik vind het staat allemaal strak in. De kleuren zijn mooi. En het ademt dan toch ook wel gewoon qua papier die catalogus vibe. Ja, dat dacht ik ook al aan. Het is een beetje dat glossy-achtige. Ja. En dat werkt wel. Ja. Ja, en ik vind de vormgeving is ook goed gedaan. Ik vond het ook ontzettend leuk om voorin dus dat stripje van zijn hand te zien van hoe die aan die job gekomen is. Want dat is natuurlijk ook altijd interessant. Hè? Van hoe ontstaat het? Ja, dat is wel heel vet. In plaats van dat het gewoon een interviewtje is of een stuk tekst, is er nog een extra toegevoegde waarde. Dat is wel echt heel vet. Ja, en het verschil van vroeg werk naar nieuw werk. Toch om te zien. Zeker. Gaaf. Maar had het een hardcover mogen hebben? 25 jaar large? Ja, wat mij betreft dat wel. Dat is echt een prestatie. Ja, ja. Dan is het een simpel boekje geworden. Tuurlijk gaat het om de artwork erin zit. Maar... Ja, als hardcover had het ook zeker gemogen. Mm-hmm. Absoluut. Ja. Ja, zeker. En ik had eigenlijk nog wel schetsen willen zien. Oh ja. Ja, maar echt goed. Dat is echt een goeie. Daar ga ik gewoon ontzettend hard op schetsen. Ja, wat het niet is geworden ook. Nee. Oh man, dat is echt een gemis in dit boek. Ja. Maar misschien is dat ook de Artist Edition. Die mag een grote formaat. Oh, doen we dat. Precies. Gewoon lekker A3 formaat. Dit is dan de extra large. Een ander woord dan triple XL. Mm. Ja. Ja, yes. En
Nice. Ja, heel vet boek. Heel vet. In een medium uitgave. Dat vind ik. Maar ja, ik vind het echt... Ik vind het juist omdat het gewoon dat format van die catalogus zelf ook heeft, vind ik dat ook wel weer cool. Het spreekt wel een verhaal. Mm-hmm. Waarom het dit format heeft. Ja, ik ben het helemaal mee eens van wel, dat het... Maar het is wel... Het is echt amazing. Iemand 25 jaar lang covers verzorgd. Yeah. Ja, vier zeker. Per jaar, neem ik aan. Ja. Zoveel detail. Ja, dat was altijd echt... Als die dan weer op de mat plofte, dat was echt super gaaf. Dan was ik eerst gewoon 10 minuten... Weet je wat ik zo bizar vind van dit? Daarom begin ik daarover. Niet om te bitchen of wat dan ook. Maar dat heb ik ook in een museum. Dan loop je erdoor. Je kan op 10 minuten door een museum lopen. Langs de grootste kunstwerken die er zijn. En net zoals zo'n boek als dit. 25 jaar werk. Kan je zo in 18 minuten doorbladeren. Mm-hmm. Dat vind ik zo intimiderend. En alles wat je doet, dat iemand het gewoon in een paar minuten door kan gaan. En weer weg kan leggen of voorbij kan lopen. Ja. Ik had laatst ontdekt dat mensen in Nederland nog langer hun tanden poetsen dan gemiddeld naar een schilderij kijken. 45 seconden wordt er gepoetst. En 18 seconden naar een schilderij gekeken. Maar ja, of het nou de nachtwacht is of... Maar ik vind een tandenborstel ook wel heel gaaf om heel lang naar te kijken, hoor. Dus ik snap het ergens ook wel. Dat is ook popcultuur. Ja, want je zit naar jezelf te kijken in de spiegel, dat is gaande. En ondertussen heb je ook nog die sensatie van het... Het is een experience. Ja, omdat je net ook zei van, dit is een goed argument met papierschaarste, waarom boeken nog moeten blijven schijnen. De meerwaarde, altijd goed. Wat jij zei over schetsen toevoegen... Dat was echt nog een pluspunt. Echt te gek. Supergoed werk van hem. Echt heel mooi. Ja. Cool. Concerto weet ook hoe ze boeken moeten uitgeven en presenteren. Dus ze denken er boven na. Ja. Maar dus, het is gewoon, het smaakt naar meer. Zeker. Ja. 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 Mooi toch? Ja. Yes. Dus die. Gaaf.